bij een nieuwe video. Mijn dag is niet zo heel goed gestart. Ik ben opgestaan met migraine. Ik ben gisteravond ook gaan slapen met migraine. En ik heb niet zo heel veel geslapen. Ik moest vandaag ook op stagegesprek voor een mogelijke stageplaats. Gelukkig is dat wel goed verlopen. Gelukkig. Pak van mijn hart. Maar ik heb nog steeds echt koppijn. Niet normaal. Mijn nek doet ook echt zeer. Dus ik weet niet van wat dat kan. Misschien verkeerd geleden of zo. Maar ik ga gewoon nu een warm douche pakken. Een beetje warm water laten over mijn nek lopen. Want ik heb daarvoor nog naar de kinesist geweest. En warmte doet altijd deugd. Dus ja, gewoon. Ik ga nu gewoon een warm douche pakken. En we zullen zien wat dat heeft. Hopelijk is het een beetje beter. Want ik wil nu gewoon echt gewoon in mijn bed krijgen en niks doen. Maar ja. Dan heb je weer niks van je dag en dat wil ik niet. Ik ga ook eerst eventjes mijn andere kleren klaarleggen, want ik had nog mijn deftige kleren aan en nu ben ik toch thuis. Dus kan ik gewoon een trui en trainingsbroek aan doen. Dus voilà. En natuurlijk, muziek kan zeker niet ontbreken. Nee. Ik heb gewoon geen zin om mijn box te gaan halen in mijn kamer, dus ik ga gewoon de radio steken. Ik ben terug fris en fruitig en ik heb ondertussen dit van beneden gehaald en dat was niet zo'n goed idee, want ik moet het stof afdoen, niet nog meer stof maken. Er moet ook een beetje gewerkt worden, hè, want hele dagen op je lui gaat zitten, zo ga je er niet komen. Hè. Tip van de dag, work hard, play hard en zo ga je er wel komen in het leven. Als je iets wil bereiken in het leven, gaat dat niet door gewoon in een lui zetel te zitten of in bed te liggen en niks te doen. Dus wil ik hier ervoor zorgen dat dit kamertje van mij terug spik en span wordt. Ondertussen is dat hier nog altijd zo hard aan het waaien. Wanneer houdt die wind eens op, jong? Eerst Tom Kiara, dan Dennis, dan dit weekend Ellen en nu? Welke komt er nu? Precies wat ik hier nodig om daar boven op die kast te kruisen. We zijn ondertussen al woensdag. De reden waarom ik gisteren niet heb gevlogd is omdat ik heel de dag in mijn bed heb gelegen. Met zo veel hoofdpijn. Echt niet normaal. Ik heb alles donker gemaakt in mijn kamer. En toch een poging gedaan om te slapen. Niet dat dat echt gelukt is. Maar bon. Ik had 's ochtends nog op de computer gewerkt. Maar na 5 minuten dacht ik ook van, oh, dat gaat hier echt een rotdag worden. Niet normaal. Ik heb ook dan gewoon direct de computer toegedaan. Naar mijn bed gegaan. Ik heb zelfs niet gegeten 's middags. En gewoon echt niks gedaan. Ik kon gewoon echt niet meer. Ik ben dan opgestaan rond 3-4 uur of zo. En ik dacht van, oké, ik ga proberen toch een beetje te relaxen. En ik ga tv kijken. Ja, dat was niet echt een goed plan, moet ik zeggen. Maar ja, we leven nog even. Dat is het belangrijkste. En ik heb vannacht wel heel goed geslapen. Dus ik ben al beter. Het is nog niet helemaal over. Maar het is aan het beteren. Oké, ik lig nu wel nog in mijn bed. Maar we gaan iets anders doen dan in mijn bed liggen vandaag. Maar ja, wat? Dat is een goede vraag, want ze zijn aan het werken aan de wifi, denk ik. Want op een of andere manier hebben we geen wifi. En het lukt niet om de modem aan en uit te doen. Dus ja, we gaan dus iets doen. Zonder wifi, hè? Dus ik dacht van, ik ga in mezelf uitdagen. Ik heb vroeger nog een 30 days challenge of planking gedaan. En daarbij heb ik het 2 minuten lang volgehouden. Dus we gaan vandaag kijken of dat me terug lukt. Dus
Spannend. Ik ga wel mijn sokken uitdoen, want anders dan glij ik weg. Zoals je kan zien, die blauwe paarse plek is er nog steeds. Ik heb flauw idee wanneer dat weggaat, maar ik hoop heel snel, want ja, dat... Oké, ik ben er volledig klaar voor. Ik zet nog eventjes mijn stopwatch. En dan zullen we zien. Ik heb vroeger nog over de 2 minuten geraakt, maar... Het is veel te lang geleden dat ik dat nog heb gedaan. Dus ik hoop nog over de minuut te geraken. Maar we zullen zien. Dus let's go! Pittig moet ik zeggen. Ik ben dus gewoon rustig op, wat qua tv aan het kijken, begint het hier plots te gieten. Belgisch weer, ik versta het niet. 5 minuten daarvoor was stralende zon, nu is het aan het gieten. Waarschijnlijk binnen 5 minuten gaat het weer zonneschijn zijn. België. Oh, ik wil gewoon dat zijn of Spanje of zo, genieten van de zon, de warmte. Maar nu... Is dat nu weer zo'n trein? Wow. Come on, jong. Oké. Maar nee. Jawel. Jawel. Geef mij maar 25 graden. Een iced tea. En de zon. En zoals je kan zien, 5 minuten later en daar is de zon alweer. Typisch België. Let it snow, let it snow, let it snow. En ik denk dat we nu echt alles al hebben gehad. Eerst regen, dan zonneschijn, dan wind en nu fucking sneeuw. Het sneeuwt. Maar het blijft niet liggen. Het blijft niet liggen, het is te warm. Ik had het er deze week nog over in de vlog dat ik zei van oh, ik wil echt op vakantie. Wel, ik ga op vakantie, maar nu niet en ook niet naar een warm land. Oké, het kan misschien wel sava weer zijn daar, maar het is toch niet hetzelfde als het zuiden van Spanje. Maar ik ga in september naar Dublin. De vliegtuigtickets zijn al geboekt, dus we kunnen geen weg meer terug. Oké, ik had wel lang geleden en dit en dat. Maar ik ga dus in september naar Dublin. Voor de mensen die al naar Dublin zijn geweest, weet er iemand leuke plekjes daar? Laat het zeker weten in de reacties hier beneden. En ja, ik zie het echt wel zitten. Het is nog een eindje. Het is in september, begin september. Maar ik kijk er wel naar uit. En ik heb net mijn workout gedaan. Je ziet waarschijnlijk nog, ik ben net in de douche geweest. Mijn haar is nog een beetje nat. Want, dat was weer de moeite, jongen. Ik heb het niet gefilmd, omdat als ik iedere keer mijn workout film, dan zou het een beetje saai zijn. Maar... Ik heb nog eens mijn challenge gedaan, mijn planking challenge gisteren. En ik heb mijn record nog eens verbroken. 2 minuten en 10 seconden. Ik denk dat ik het nu iedere week ga proberen te verbreken. Want echt, als er zo een nieuw record bleek, dan is het van, oh, ik wil nog verder, ik wil nog verder. En ja, ik ken me niet. Dus ik ga proberen, 1 keer in de week, een poging te doen om mijn record te verbreken. Dus dat zie je wel in de komende vlogs. Ik hoop het echt, want... Ja. Maar ik ga deze video afsluiten voor deze week. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Geef dan deze video zeker een blauw duimpje. Abonneer voor wie dat nieuw is. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer terug. Ciao!